short rib, de klaprib, Jacobsladder, Ierland. Dit is ook Iers vlees. Het verschil zit hem in, heb ik een graan gevoerd, stukje short rib, of heb ik een gras gevoerd, of grasgebonden short rib. En waar zit dan echt het verschil in? Nou, een graangevoerde zou je ook een cuisson van 55, dus een kerntemperatuur van 55 kunnen geven. Gras wordt heel lastig, want dan blijft die stug. Die zou ik eigenlijk gewoon een soort van stoofbereiding geven tussen de 68 graden en 72 graden. Ik denk dat die dan het gras beter tot zijn recht komt. Ga je dit bakken, is het toch stug. Is het toch stug. Goed, ik begin het harde rode vlees aan de achterkant even te verwijderen. En zo kan ik zien wat er allemaal hier aan de buitenkant van dit stuk vlees ligt. Een beetje vet verwijderen, je moet een beetje zeem verwijderen ook. Toch vrij stug, hè? Aan deze kant heb je best wel veel vlees. En je ziet aan deze kant dat het eigenlijk alleen maar been is. Dus dat loopt eigenlijk zo van dik bevleesd naar steeds dunner, totdat je alleen been hebt. Als je alleen been op je bord hebt, dat is voor een hond leuk, maar voor de consument is dat de minder natuurlijk. Haal ik dit beentje eruit en dan kijk ik of ik hier wel genoeg vlees heb. En je ziet hier al meer vlees zitten. Je zou er ook voor kunnen kiezen om nog eentje uit te halen. Ik vind drie beentjes het mooiste. 1, 2, 3. Dan heb ik het meeste vlees. Heb ik het minste vet. Heb ik mooi in verhouding. Je ziet ze ook gewoon met 4. Dan zie je altijd een stukje aflopend vlees naar vet, naar dun, naar meer been. En ja, kwalitatief denk ik 3 beentjes het beste. Dus ik maak hier ook even 3 beentjes van. Dus dan haal ik ook de nummer 4 haal ik er even af. Kijk, en dan heb ik hier een mooi stukje. Een mooi stukje short rib. Die kan ik nog doormidden zagen. Maar ik heb net gezaagd en ik ben nog aan het herstellen. Dus dat sla ik even over. Ik maak de bovenkant schoon. Dit is een mooi schoon been. De vliezen er tussenuit. Tussen dat ribvlees haal je de vliezen eraf. Deze kant nog. En dan heb je een mooi stukje klaprib. Wat kan je ermee doen? Zagen. Kleine stukjes. Iets grotere stukken. Of je kan hem, bij wijze van spreken, een groot been geven. En wat je ook nog kunt doen, best wel leuk, maar iets meer verlies. Hierin snijden. Schoonmaken. En wat je dan nog kunt doen. En dat ziet er hartstikke leuk uit. Wat ik dan weer leuk vind. Is nog een beetje opvrolijken. Met een touwtje. Zo maak je alles leuk, hè. Het gaat ook om het gezicht. Dat hadden we bij de Tomahawk. Een kotebuf met heel lang been. En dan gaat het ook om het gezicht. En doe ik een, zeg maar een stukje short rib. Waar ik de vlees even vastbind, zodat hij wat dichter erop is. Zodat het allemaal wat dikker is. Ziet dat er ook hartstikke leuk uit. Het heeft ook een functie, want dat vlees, dat bind je eigenlijk op. Dat wordt bij elkaar gedrongen, zodat het één stuk is. Dan gaat het ook veel mooier. Dus dan heb je één gelijk deel. Dus daarom bind ik hem op. En je ziet het, soms verkoopt vlees zichzelf. En dit vlees verkoopt zichzelf. De short rib. De keuze dus die je maakt. Doe ik een tomahawk, een cowboy steak, een kotebuf met te lang been. Dat kan. Dan maken we hem zo. Heb ik veel gehakt vlees, veel soepvlees, veel haché vlees. Of maak ik gewoon een kotebuf met normaal been. Dan kan ik ook een short rib maken. Zoals deze. Met dit prachtige resultaat. 2 kansen. Eén is misschien beter dan de ander. Ligt eraan wat je zelf het lekkerste vindt.
Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.